Hallo allemaal, ik ben Max Plak en ik ben 17 jaar. Ik ga je iets vertellen over het boek De Zoon uit Spanje van Tess Tadlow, die ik heb gelezen voor mijn boekenlijst Nederlands. Wat me erg opviel is dat alle hoofdstukken in het boek worden verteld door verschillende personages. Dit maakt het extra bijzonder omdat je te weten komt hoe de personages denken en doen. Het boek heeft 173 bladzijden en je leest er makkelijk doorheen, vanwege de makkelijke woorden die de schrijver gebruikt. Dus ook voor een dyslect is het boek een goede aanrader. Het boek gaat over een vader-zoonrelatie die verstoord is geraakt. De andere familieleden proberen deze relatie te herstellen voordat het te laat is. Om heel eerlijk te zijn ben ik er bewust van geworden hoe belangrijk familie voor je is en dat dergelijke conflicten direct moeten worden opgelost. Ik raad jullie allemaal aan om dit boek te lezen. Om te ervaren hoe belangrijk familie voor je is. Dus doen!